Podcast. Permission, het jongerenprogramma van Radio Purmerend. En laatst was er in de omgeving van Purmerend een BJ DJ contest. Dat komt er goed uit. En tegenover mij is er momenteel Matthew Bregman. Matthew, goedenavond. Goedenavond. Even kijken, was het omgeving Purmerend of was het echt alleen maar Midden-Beemster? Nou, ook mensen uit Purmerend deden mee, Zuiders-Beemster. Zoals DJ Novik uit Heerengewaard. Deed mee. Oké, dus dat was echt bijna Noord-Holland te noemen, zeg maar. Ja. Oké. Hey, je organiseerde het DJ-contest, want hoe oud ben je zelf elke weer? 15. Hoe kom je er dan bij om zoiets te gaan organiseren? Nou, het is op zich een soort van jongerencentrum. En het is gewoon leuk als je dingen organiseert waar veel mensen wat aan hebben. En waar mensen wat van kunnen leren. Dus ik heb samen met Ferran Hendriksen. Die komt ook uit Purmerend. Hebben het georganiseerd. En allemaal ingepland en alles geregeld. En zo is het eigenlijk opgezet. Oké, dus jullie hebben een mooie DJ-contest georganiseerd. Waar werd dit precies gehouden? Midden-Beemster. In het BE Jongerencentrum eigenlijk. Oké, en hoe is de avond uiteindelijk verlopen? Iedereen kwam binnen en toen? Er begonnen gewoon de DJ's, die wouden zelf gaan draaien, die gingen draaien. Het begon zelf als 9:15, echt het contest zelf. Maar je kon al vanaf 8:00 binnenkomen en dan werd er gewoon wat muziek opgeslingerd voor de DJ's die wouden draaien. Oké. Toen zijn jullie echt een contest gaan houden, was dat met een officiële jury en zo? Nou, niet officieel, maar gewoon Ferran en ik deden dat, als het ware. Wij waren eigenlijk de beoordeling aan het doen. Oké, en zat er echt heel veel talent tussen? Of was het vooral mensen die het vooral bij hun vrije tijd moeten laten, zeg maar? Er deden iets van 7 DJ's mee. Oké. Waren ook wel zoiets verwacht. Ja, er zat wel wat talent tussen. Zeker de eerste top 4 die waren goed. Op de eerste plek was DJ Novik. Tweede plek DJ Ferka en de derde plek had je een duo DJ's. Dat waren 2 DJ's uit Zuiders-Beemster. En op de vierde plek had je DJ Rush en die staat naast me. Oké, dat ben jij. Oké. Ook in de studio vanavond. De winnaar van het DJ-contest is er ook. Het BJ-contest, zoals dat heette. Zijn jullie nog van plan om dit vaker te organiseren? Wordt het jaarlijks terugkomend event, zeg maar? Of? Ja, ik denk wel jaarlijks. In de tussentijd zullen we echt nog wel wat gaan organiseren. Feest of zo, met ook weer vette DJ's. Maar ik denk wel, omdat het ook zo genoemd is, gewoon het BJ DJ Contest 2011, dat het gewoon weer 2012 gaat worden. Oké, top. Nou, dan gaan we daar zeker nog van horen. Laten we afspreken dat dan ook dan de winnaar gewoon weer langskomt hier bij Permission op Radio Purmerend. Laten we even gaan naar de winnaar van die avond. Dat is DJ Anovic. Ja. Dat zeg ik goed, hè? Wauw, ik word nou echt goed. Trots op je, Lars. Ik ben nou eigenlijk een beetje trots op mezelf. Hey, hoe lang ben jij al DJ? Nu net een jaartje. Oké, dat is nog niet zo lang en toch eerste geworden op die avond. Ja. Dat doe je dan goed. In welk genre vallen jouw mixen? House, vooral house, ja. Oké. En heb je al veel mixen gemaakt in een jaar tijd? Breng je ook eigen singles uit of voornamelijk? Nee, nog niet. Binnenkort. Oké, het is voornamelijk andere house wat je een beetje door elkaar mixt. De hele avond. In dat geval bij zo'n DJ contest. Want treed je zelf ook een aantal keer op? Ja, redelijk, ja. Oké. Wat schoolfeest of hoe moet je ja, het zien? Ja, schoolfeest, Sweet 16's, noem maar op. Oké, hartstikke leuk. Heb jij zelf het mixen aangeleerd? Nee, gewoon via computer afkijken, zo een beetje. Okay. Gewoon, nadoen. Zo ben ik er gekomen mee. Maar goed, in feite, dus wel een beetje zelf. Het is niet zo dat iemand jou echt een cursus er uitgebreid in heeft gegeven of zo. Mm-hmm. Oké. Hey, en hoe kom je op het idee om mee te gaan doen met het BJ DJ Contest? Nou, ik zag Mathilde dan op huis. Had een zo'n groeps. Zeg dat? Groepsbericht. Ja, dat. En toen dacht ik, ja, laat ik me maar inschrijven. Ik weet nooit hoeveel je kunt worden. Dus toen dacht ik, ga me wel inschrijven. Nou, dat is natuurlijk hartstikke goed dat je hebt meegedaan. Met welke mix heb je toen meegedaan? Is dat ook degene die ik hier voor me heb of is dat een andere? Nee, volgens mij... Nee, dat is een andere. Oké. Nou, laten we in ieder geval even gaan luisteren dan naar wat jij de mensen tegen horen brengt op het moment dat jij feest. Heb je nog een kleine uitleg over deze die ik nu heb? Hij heet DJ. Die heb gewoon even snel gemaakt. Gewoon. Om gewoon even wat te kunnen laten horen aan de luisteraars van Permission. Binnenkomt echt grote. Oké, nou zometeen nog even je contactgegevens. Laten we eerst even gaan luisteren naar deze mix.
klinkt als een absoluut goede mix. Er komt binnenkort materiaal dus nog van jou uit. Laat je dat ons wel meteen weten, zodat we daar aandacht aan kunnen besteden. Als we meer materiaal van jou willen vinden, waar kunnen we dan sowieso terecht? Op Twitter, apenstaartje DJ Novik. Gewoon DJ Novik. DJ Novik, oké. Dus DJNOVIK. Ja. Voor de luisteraars. We gaan het ook nog even twitteren op onze Twitter. @radio.permanent. Zullen we een linkje plaatsen. Kunnen we je daar ook meteen boeken en zo? Dat gaat allemaal via de Twitter. En ook op mijn mail. DJNovik@quicknet.nl. Oké, dat is wel belangrijk om even te vermelden. DJNovik@quicknet.nl. Ik hoop met jou weer te spreken op het moment dat hij weer een nieuwe BJ DJ Contest 2012 gaat organiseren. Ja, of iets anders. En als jij zelf materiaal hebt, want jij bent natuurlijk ook DJ. Daarover hadden we je laatst nog aan de telefoon. En ik hoop van DJ Anovic te horen wanneer hij een nieuw materiaal heeft, zodat we het kunnen draaien in Permission. Jongens, wens jullie een fijn weekend en dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vanavond. Ja, bedankt. Hoi. In de badkapper.